Welkom allemaal. Tof dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Nummer 4 alweer. In deze video gaan we eentje lostrekken bij Maastad ziekenhuis. En we gaan een dikke Scania ophalen. Ik hoop dat jullie het weer leuk vinden. En veel kijkplezier. Ik zie jullie bij de eerste melding. We gaan door. En de Maasvlakte, weer weg. Er zat een Scania. Kapot. Doet het niet meer. Weet ik het. Die gaan we even oplaaien. Dan gaan we naar Klundert brengen. Dus een mooi ritje. Jo, we zijn bijna te plaatsen. Daar staat hij. Moet alleen even het terrein nog op. Dikke Scania, jongen. Nou, we zijn te plaatsen. We gaan dus even die Scania takelen. De Scania duurt meestal wel het langste. Het meeste werk. De anderen vast willen nog wel eens tegen zitten. Hopen dat nou niet zo is. Ja, daar heb ik geen coördinaten. What's the problem? The problem is drive. I know. Oh, okay. Ben je nou een influencer of niet? Of? Ja. alles online. Alles online. Oké, dus we moeten Barendrecht volgen. Of een road. Wat is het? De takelton. Tom de sleepman. Ja, Tom de sleepman. Ja, dat is doppies. Zo gaat het in zijn werk, ja hoor.
andere kant. Sorry? Mooier diep track, yes? Adres track. Ja? Yeah? Mooier diep. Moedijk bedoel je? Klundert, ja, ja. Zo. Hier zit vast. Een Scania. Moeten we er nog een dwarsstuk tussen zetten? Dat ga ik nu laten zien. Maar dat wordt zo voorgeschreven. Kappetje. Ik zet daar heel hoog. Zo. Nou, weer vastmaken. Deze even vastzetten. Maat maken zo. Dingen weer borgen. Bovenkant weer volgen. Zo. Ja, we even de lucht aansluiten. Die zit als het goed is hier zo. Ja. En daar even vast tegen zo. Dat de lak niet beschadigd. Een mooie ogen hier. Ah, voor de samurai, hè? Aha. Dan achter naar je te kijken, dus. Ah,
Ja. For sure. Do you want to take off the handbrake for me, please? Yeah, contact. Handbrake off. Yeah, okay. Nee, contact. Yeah, let the contact on. Yeah. Okay. Contact one click. One. Yeah. Okay. Okay. Yeah, that's it. Handbrake is off. Handbrake is off? Yes. Okay. Then, let it like this, yeah. Even omhoog tillen. Even kijken hoeveel ruimte we hebben hier tussen. Ja, ruimte zat. Zo. Ja, lekker volgebouwd weer. Het is altijd zo kut, hè? Zo weinig ruimte. Hadden we eerst die boutjes los. Maar ja, dan blijft hij er nog in vastklemmen. Dan moeten we hem eruit mappen met die bijtel en hamer. En die boutjes gaan altijd prima. Dat was het makkelijkste gedeelte. Zo, daar ga je niet bij. Maar goed, ik zet hier een bijtel tegenaan, een heel klein randje. En dan meppen totdat die loskomt. Soepel. Nou, dat is wel eens anders, mensen. Dan sta je er gewoon een half uur te gaan te rammen. Maar we hebben hem al voor elkaar. Zo, dan komt hier weer voor elkaar. Dan houden we daar weer het bekende stompje over. En de rest van de auto pas komen we mee naar de auto. Van dit systeem. Je moet gewoon de wielen vervoeren. Ben je niet te hoog. En ik ben niet te zwaar. Ideaal. Alleen je kan zo niet achteruit rijden. Dan moet je hem even optillen. Want als je nu de bocht omgaat recht. Als je vooruit rijdt. Dan sturen de wielen gewoon mee. Maar als je achteruit rijdt. Dan klappen de wielen dubbel. Dus...
Dat is niet anders. Alright. Ja. Yeah. Ja? Zit met in de truck? Ja, weet ik. Misschien moeten we dat halen. Ja, ik denk het wel. Makkie. We gaan hier even de trailer lossen of afkoppelen en dan ga ik door met de losse trekken. De trailer is afgekoppeld, wij gaan door naar Klundert.
dat was het weer voor deze week. Zoals je ziet, hij is lekker vies. Dus ik kan hem eerst wel eens even gaan schoonmaken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik zie jullie volgende week weer.